dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een unboxing video voor jullie. Ik heb namelijk dit mega grote pakket binnengekregen van Repo Cosmetics. Repo Cosmetics is een groothandel die verzorgingsproducten importeert vanuit Amerika en Engeland. Ze hebben aan mij gevraagd of ik wat van deze producten aan jullie wilde laten zien. Dus dat ga ik in deze video doen. En misschien hoorde je het al een beetje aan mijn stem. Ik ben namelijk een beetje verkouden, maar ik wil toch heel graag deze video opnemen. Ik ben heel erg benieuwd wat er in deze doos zit, dus laat ik hem maar gaan openmaken. Daar gaat hij dan. Oh, wacht, ik doe hem even zo. Zo, als eerste zie ik een brief. Oh, ik heb erin gesneden. Oké, ik ga hem even doorlezen. Beste Nina, zoals beloofd sturen we je een pakket vol met onze nieuwe producten. Leuk dat wij... Kort samengevat zit er in deze doos een heleboel lekkere verzorgingsproducten. Nu ben ik nog meer benieuwd wat erin zit, dus laat ik maar beginnen. Ik zal eerst de doos even op de grond neerzetten, dat is misschien wat makkelijker. Dat is echt zwaar. Nu zie ik een heleboel dozen. Nou, ik ga beginnen met dit kleine doosje. En ik hoor al wat, dus ik ga het nu openmaken. Nou, als eerste zie ik hier de Lip Smacker Candy Trio. En daar zit in de smaken Cotton Candy, Chocolate Mousse en Bubblegum. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaan smaken. Zo zien ze eruit. Ik vind ze er in ieder geval heel erg leuk uitzien. Ook zitten er drie soort Eos lipbalms in, lekker net. Het zijn in ieder geval drie balletjes. Oh, kijk nou, dit is van het merk Chupa Chups. Dat zijn van die lollymerken volgens mij. Oh, hier ben ik echt heel benieuwd naar. Zo zien ze eruit. Ik ga er eentje openmaken en dat wordt deze. Even kijken of deze een naam heeft. Oh, strawberry. Dit is strawberry. Dit is strawberry and cream. En dit is watermelon. Ik ga de strawberry uitproberen. Tadaa! Zo ziet hij eruit. En ik ga hem nu openmaken. Ik denk dat je hem gewoon open moet draaien, net als de Eos lipbalsem. Wow, kijk, zo ziet hij eruit. Wow, dit ruikt echt naar die lolly. Deze heb ik wel eens gehad. Oh, deze ruikt echt lekker. Die ruikt precies naar de lollies. Oh, deze ga ik echt vaak gebruiken, denk ik. En ik zag trouwens ook dit blaadje erin zitten en hierop staat dat die drie smaken te koop zijn bij de Ethos voor €2,99. En deze zie ik ook weer best wel vaak bij de Ethos, dit merk. Wow, dit ziet er echt super vet uit. Ik zal het even laten zien. Als eerste zie ik deze foot cream en dit is in de geur coconut. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze ruikt. Dit is dus crème voor je voeten. Dat maakt je voeten dus heel zacht. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Hij ruikt in ieder geval heel erg lekker. Ik hou van kokos. Zo ziet het eruit. Het is een beetje oranje zoals jullie kunnen zien. Ook zit er een body lotion in de geur Milk and Honey. En dit is een andere geur als led. Dus deze wil ik ook even heel graag ruiken. Oh, deze ruikt ook heel erg lekker. Heel apart, maar wel lekker. Dan heb ik hier een... Almond en Milk Handcream. Dus dit is voor je handen. En volgens mij ruikt deze hetzelfde. Oh nee, de andere was met honey en deze is met almond. Wow, deze ruikt heel erg sterk. Oh, zo. Je moet hier echt niet te veel van gebruiken, denk ik. Maar ik vind het wel een lekkere combinatie. Ja. Ook zitten er vier lipbalms in. En dit zijn gewoon sticks. Oh. Zo zien ze eruit. En ik zal even de smaken langs gaan. Als eerste heb ik hier... Ik denk dat dit gewoon de normale lipbalsem is. Ook heb je nog de Beeswax lipbalm. Zo ziet die eruit. En je hebt nog de Vanilla Bean. En als laatste heb je de Refreshing. Ik weet niet of dit ook een smaak heeft, maar dit is Refreshing. Dit ziet heel erg leuk uit, vind ik. Ook zit er nog een Lemon Butter Cuticle Cream. Dit zit dus voor hier bij je nagels. Hij ruikt me heel erg lekker. Hij ruikt naar citroen. Ik denk dat ik hem even ga openmaken, zodat ik hem kan ruiken. Oh, deze ruikt lekker. Oh, deze ruikt zo lekker.
En dan als laatste zitten hier nog 3 lip crayons in. Ik heb ze in de kleuren Carolina Coast. Dat is een licht roze kleur. Niagara. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Overlook. Deze is ook heel erg mooi. Dan eentje in een bruinige kleur. En deze heet Sedona Sands. Ik zal er even eentje openmaken om te laten zien. Alle producten die ik zojuist heb laten zien zijn te koop bij de Ethos. Behalve de lip crayons, die zijn te koop bij onder andere de Douglas en de Tiger voor €11,99. En de Vanilla Bean Lip Balm, die is ook te koop bij onder andere de Douglas en de Tuinen. Maar deze voor €3,99. Dan heb ik hier nog zo'n doos. En hier zit als eerste ook papieren in. En dit is van het merk Enecto. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. En wow, hier zit als eerste 4 flesjes in. 2 voor je body. Eentje met argenolie en eentje met kokosolie. Argenolie schijnt heel hydraterend te zijn en kokosolie heel verzachtend. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaan zijn. Ook zitten hier 2 haarolies in en ook weer eentje met argenolie en eentje met kokosolie. En argenolie is vooral goed om je haar te versterken en kokosolie is goed om het te verzachten. En volgens mij is dit echt een perfect product voor droog en broos haar. Ook zitten hier 2 producten in van So. Dit is de So Lovely en dit is de So Vava Volume. En dit zijn allebei droog shampoos. En dit is dus goed voor je haar als je een beetje meer volume wil. Iets up te fluffen als je haar niet gewassen hebt. En deze 2 producten zijn te koop bij de Kruidvat voor €2,99. Ook zit er nog een grotere doos in. En ik ga deze ook even openmaken. Zo. Oh, volgens mij zijn dit de maskertjes van Freeman. Er zitten in ieder geval papieren in. Zo ziet het eruit. En hier zitten dus echt heel veel maskertjes in. Als eerste zie ik hier de Carpal of de Charcoal. Ik heb geen idee hoe het uitspreekt. En Black Sugar Mud Mask. Dit is dus een moddermasker. En deze schijnt heel erg hydraterend te zijn. Ik zal hem even ruiken. Ik ben heel benieuwd hoe hij ruikt. En... wow, deze ruikt heel erg lekker. Ja, echt heerlijk. Echt heel erg lekker. Ook zit hier een Diamond Mineral Rinse Mask in. En dit is een klein masker. En deze zorgt ervoor dat je het helemaal gaat stralen. Ik wil ook even deze aan deze ruiken. Oh, en deze ruikt ook heel erg lekker. Ook heb ik hier nog een maskertje in zitten. Dan heb ik de Honeydew en Chamomile Sleeping Mask. Dit is dus een maskertje die je kan opdoen als je gaat slapen. En dit zorgt ervoor dat je huid heel erg gehydrateerd en schoon is als je wakker wordt. En dit is voor een droge huid. En omdat er kokosolie zit, is die daar heel erg goed voor. Ook zitten er nog 3 body lotions in. En deze kun je ook kopen bij de Kruidvat voor €3,99. En ik heb de geuren Cucumber en Aloe Vera. Coconut en Guava. En Shea Butter en Lemongrass. En dan voor de laatste doos alweer. Zo, wat zitten hier veel producten in? Het lijkt wel Sinterklaas. En ik ga hier kijken wat hierin zit. En hier zitten producten in van Yes 2. Wow, dit ziet er echt heel kleurrijk uit. Hier staat niet op waar je de producten kan kopen. Maar als ik het weet, dan zal ik het even in de beschrijving hier beneden zetten. Als eerste zie ik hier een shampoo in zitten. En deze is gemaakt met wortels. Hoe verzin je het met wortels? Ik ben heel erg benieuwd hoe deze ruikt. Hij heeft helemaal niet zo'n hele sterke geur, maar volgens mij ruik ik wel wat wortel. En ik hou echt van wortels, dat is echt een van mijn lievelingseten. Oh ja, heel erg lekker. Ook zit hier nog een conditioner in met wortel. En deze ga ik natuurlijk samen gebruiken met de shampoo. Ook zit hier nog wat facial wipes in met de geur grapefruit. Meestal gebruik ik Clearasil om mijn gezicht schoon te maken. Maar hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ook zit hier nog een body wash in met komkommer. Ik hou echt van de geur komkommer, dus deze lijkt me echt heerlijk. En dan tot slot zitten hier 2 producten in met kokosnoot. Als eerste de body lotion spray en de body scrub. En hier staat op dat dit producten zijn voor een droge huid. Nou, dit was dan de unboxing video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil Rebro Cosmetics in ieder geval heel erg bedanken voor het opsturen van dit mega grote pakket. Ik zal de informatie over deze producten nog even in de beschrijving hier beneden zetten, zodat jullie dat altijd kunnen teruglezen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.
Doeg!